Heren, namens het bestuur en vrijwilligers van het Brabants Museum Oud-Oosterhout heet ik u van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom aan het bestuur en leden van KBO Oosterhout-Stad. Een woord van welkom aan de genodigden, aan onze vrijwilligers, oud-vrijwilligers en aan alle overige belangstellenden. Wij gaan vanmiddag een tentoonstelling of een expositie openen van KBO Oosterhout-Stad. Het bestaat namelijk 60 jaar. De opening zal verricht worden door mevrouw Ria Maree, voorzitter van de KBO. Met assistentie van de voorzitter van het museum Oud-Oosterhout, de heer Guido Zuur. Daarnaast openen we ook het museumseizoen en ons compleet vernieuwde binnenmuseum. En dat ziet er geweldig uit, vind ik zelf. Ja, ik ben voorlopig even uitgepraat. Ik wil nu het woord geven aan de heer Guido Zuur, voorzitter van de Stichting Brabants Museum Oud-Oosterhout. Goedemiddag, welkom allemaal. In het bijzonder natuurlijk de bezoekers, de vrijwilligers en hun partners en de mensen van de KBO. De voorzitter, mevrouw Ria Maree, die had hier eigenlijk zullen komen met de 3 helikopters. Maar vanwege de bosrijke omgeving hier ging dat helaas niet door. Nou is het wel zo dat ze het hier toch goed heeft kunnen vinden. We hebben een enorme banner tegenwoordig voor het museum staan. Ik wil even terug naar de winterperiode van 2013. Nou ja, winterperiode in ieder geval, de periode van 2013. Er is hier ontzettend hard gewerkt door de vrijwilligers. En daarmee willen wij ook laten zien dat wij als museum zeker geen stoffig museum zijn. Wij proberen echt met onze tijd mee te gaan. Ondanks het feit dat de voorwerpen allemaal uit de eerste helft van de vorige eeuw zijn, is het toch zo dat wij willen laten zien dat wij een modern museum zijn. Dus dat wil zeggen dat er op dit moment wifi op het gehele park is, dat je met zogenaamde QR of QR-codes meer informatie kunt krijgen over een aantal voorwerpen. Dat er een aantal interactieve elementen binnen het museum zijn gemaakt. En die interactieve elementen die zijn ook voor de ouderen, want ouderen zijn tegenwoordig veel actiever dan vroeger. Maar ook voor kinderen natuurlijk is dat heel interessant dat er wat interactiefs is. Als u hier net binnenkwam, dan zag u dat daar een nieuw pad ligt. Dat is ook ontzettend snel gerealiseerd. Daar zou de gemeente Oosterhout nog wel eens een voorbeeld aan kunnen nemen, zo snel er een weg kan worden gelegd. En wat dat betreft wens ik ons allen en u als bezoekers ook een heel mooi seizoen 2014 met heel veel bezoekers. Hartelijk dank. Tot zover. Ik wil dan nu graag het woord geven aan mevrouw Ria Maree van de KBO. Ik ken mijn plaats. Ik ben vanmorgen in plaats van met 3 helikopters gewoon met mijn eigen panda gekomen. Dat past beter bij me. Wat zeg je? Ik dacht dat de pan in de auto. Nee, had ook nog gekund, ja. Goed, beste aanwezigen. Het bestuur van Museum Oud-Oosterhout heeft mij vanuit KBO Oosterhout-Stad gevraagd om de feestelijke opening van het komend museumjaar te verrichten. Dit naar aanleiding van ons 60-jarig bestaan en de mogelijkheid die het museum ons biedt een kleine expositie te mogen verzorgen. We hebben daar uiteraard heel graag ja tegen gezegd. Onze vereniging is dus in het kort gezegd een belangenvereniging voor ouderen. Vanaf de leeftijd van 50 jaar kunt u daar al lid van zijn, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste leden de 65 wel gepasseerd zijn. Wat doen wij dan zoal? Kort gezegd, ons hoofddoel is ontmoeting. Dat kan in grote en in kleine samenstellingen zijn. Onze wekelijkse activiteiten zijn vaak voor kleinere groepen van belang. Op het gebied van educatie, beweging, kunstzinnigheid en creativiteit, zang en dans is er een wekelijks aanbod. Belangrijk vinden we ook de inbreng van onze leden zelf. Alhoewel dat in de praktijk wel wat beter zou kunnen. Onze uitstapjes en meerdaagse
Onze meerdaagse reizen zijn bij velen van u wellicht bekend, maar ook zeer belangrijk zijn de zogenaamde één-op-één contacten. En daar bedoel ik mee een bezoekje aan ouderen waar het even niet zo goed mee gaat. Een telefoontje met de verjaardag van al onze leden. Beste mensen, 60 jaar geleden werd de afdeling KBO Oosthout-Stad opgericht. Niemand van ons was daarbij, maar we kunnen er ons wel iets bij voorstellen. Als u zo straks door het Binnenmuseum loopt, zult u de sfeer kunnen proeven waarin wij denken dat in de jaren 50 een en ander zich heeft afgespeeld. Na 60 jaar en het aantal van bijna 1500 leden is daar weinig meer van over en heeft ook het digitale tijdperk natuurlijk bij ons een intrede gedaan. Ten slotte feliciteer ik namens KBO Oosthout-Stad het bestuur en de vrijwilligers van Museum Oud-Oosthout van harte met hun prachtige museum. Dit jaar is er met een flinke opknapbeurt iets moois tot stand gebracht. Voor meer informatie over onze vereniging en eventuele aanmelding als lid, verwijs ik u anno 2014 graag naar onze website www.kbostad.nl. Voor het bedrag van 18 euro per jaar hebben wij u heel wat te bieden. Ik dank u wel. Ik wens u een hele fijne middag toe. Voordat ze iets gaan doen, een bloemetje aanbieden. Aan laten bieden. Ja, in de verwachting dat ze hun werk toch nog wel goed gaan doen. Ja. Dan is de vraag aan Guido of hij samen met Ria de deuren wil gaan opengooien. Voor haar liefde voor muziek. Ze is 10 jaar lid geweest van de harmonie. Het gaat je goed. Tot ziens. Muziek erbij geschreven, wij gaan voor spelen. En ze zit door. Thank you.
met een armnieuw fanfare door het dorp te lopen, door de stad. Dan heb je binnen 5 minuten de politie achter je broek en dan vragen ze of je een vergunning hebt om buiten te spelen, want dat is, valt onder burengerucht. Dat hebben we hier ook in ons mooie Oosterhout meegemaakt, dat we binnen 5 minuten weer in konden pakken, want we zaten buiten zonder vergunning. Nee, het is helemaal vol. Dat is goed, hè? Maar 2 jubileum. 2 glazen, alsjeblieft. Ja. Oh. We zijn het wel voor een kopje. En 2 cola. 2 cola. Ja, dat was.